Vanmiddag zijn we bij mevrouw Bouwman in Ommen, die gebruik gaat maken van automaatje. Dat is dus de voorziening voor mensen die slechte been zijn, geen rijbewijs hebben, om dan toch in de staat te zijn om boodschappen te doen naar de dokter of een bezoekje te brengen. Hoe lang maakt u al gebruik van automaatje? Sinds begin november. En hoe kwam dat zo? Ik had een auto-ongeluk gehad en toen heb ik mijn rijbewijs ingeleverd. En toen ben ik met automaatje gegaan. En direct gaf mij de politie een kaartje van automaatje. Heeft u dan altijd dezelfde chauffeur? Ja, wel. In wat voor zaken maakt u nou gebruik van de diensten van automaatje? Nou, met winkelen, kan ik wel zeggen. En dinsdag brengt ons altijd naar de markt. En hij haalt ons weer op. Ja. Ook om bezoekjes aan familie te brengen of zo? Heeft u wel een keer gedaan. Jo heeft u ook eens weggebracht, hè? Ja. Ja. Hm. Nou, en dat bevalt allemaal goed? Prima, ja. Hij is altijd op tijd. Je kunt de klok erop. Je hoeft helemaal geen klok meer te hebben. Als hij er is, dan is het ook laat. Dus het is wat u betreft automaatje een hele goede voorziening? Heel goed, ja. Maar ik vind dat ze het er weinig voor nemen. Hoe zegt u? Je hoeft juist niks te betalen. De eerste keer, ik was naar de markt geweest en toen werkte ik thuis €2. En we waren misschien tweeën. Dus één gegaan en weer teruggebracht. Nou ja, dan is het misschien een mooie fooi op zijn plek. Natuurlijk, dat vind ik ook. Ja. Nee, maar dat is toch zo. Ja. Nee, maar goed, zo zijn die regels. En iedereen heeft zich daaraan geconformeerd. Die vinden het allemaal prima. En het is ook een stuk gezelligheid. Ja, is ook zo. Ja. Voor hen ook. Meneer Bouwhuis, sinds wanneer bent u chauffeur bij Automaatje? Sinds april, mei ongeveer. In maart zijn we, dacht ik, begonnen en ik heb me direct aangemeld. Ik had een keer gelezen in de krant. Twee keer, de tweede keer denk ik, ach, ik kan ook wel aanmelden, lijkt me wel iets. Nou, en hoe bevalt het? Ja, heel leuk. Ja, van beide kanten, ik vind het mooi werk. De cliënten of klanten, hoe je het maar noemt, die zijn ook heel tevreden. Hoe vaak rijdt u dan per week? Nou, gemiddeld ja, twee keer, soms drie, ook wel eens helemaal niet. En zijn er nog speciale tijdstippen die ze van morgens, middag of 's avonds nog? 's Avonds heel enkele keer, maar meestal 's morgens en dan vooral ziekenhuizen, Hardenberg, Zwolle, Deventer, Groningen, Hogeveen. Ja, en dan winkels in Ommen en fysio in Ommen. Niet doen, maar autorijden mag ik heel graag doen. En dan, dit is een hele nuttige besteding. Ik vind het heel leuk werk. Goedemiddag. Herman, dit is je 100ste rit alweer. Ja? Wist je dat? Nee, wist ik niet. Nou, dat houden wij mooi bij. Ja, is helemaal goed. Ja. 100ste rit voor AMB Automaat. En nou, de gemeente en ook wij zijn ongelooflijk blij met jouw inzet. Ja. Jij steekt echt boven alle anderen uit. Ja, ik word misschien vaker gebeld dan naar een ander. Ik heb de auto altijd, als ik kan, ik heb de auto altijd ter beschikking. Ja. Dus ik hoef niemand te overleggen. Ja. Ja, heel leuk werk. Nou, ja. Fantastisch. Ja. En nou, speciaal voor jou, dit bloemetje. Oh. Ja, jij zorgt ervoor dat andere mensen gewoon een bloemetje kunnen kopen of andere dingen kunnen kopen. Ja, is ook zo. Dat heb jij al verdiend. Ja, maar fijn bedankt. Nou, graag gedaan. Ja. Wethouder Koos Schelen, we staan hier bij het project Automaatje. Dat is in de tijd vorig jaar in maart, dacht ik, geïntroduceerd.
Hoe bevalt het? Ja, dit bevalt uitstekend. Ik weet inderdaad dat in maart Henk Coree bij mij kwam. En die zei van, er is toch heel veel behoefte in Ommen aan mobiliteit. We hebben heel veel mensen die eigenlijk net niet mobiel genoeg zijn om een boodschapje te doen, om eens een keer naar een sociale instelling te gaan. Ja, die gaan niet een taxi in. We zoeken eigenlijk naar een mogelijkheid om mensen te doen vervoeren. En toen had hij gehoord dat de ANWB een programma had, en het heet ANWB Automaatje, waar de ANWB hun planningprogramma gratis ter beschikking stelt als je een vrijwilligersorganisatie optuigt en de gemeente steunt en dat doet organiseren. Nou, en ja, dat was in een maand was het voor elkaar. Dat was echt geweldig. Had u gelijk diverse vrijwillige chauffeurs? Nou, het liep in no time liep het vol. Geweldig. Dan zie je toch dat Ommen nog steeds naberschap kent. Mensen die bereid zijn om gewoon te zeggen, ja natuurlijk, daar ga ik aan meewerken. En Herman is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Ja, het is prachtig ook enthousiast de mensen zijn. Ja, zeker. Ja, en natuurlijk ook de mensen die vervoerd worden, heeft mevrouw Bouwman wel gehoord. En ja, voor haar is dat natuurlijk een uitkomst. He, voor mensen die geen rijbewijs meer hebben of net even niet mobiel genoeg zijn, helemaal prima. Ja, we horen eigenlijk alleen maar loftuitingen. Dat is ook zo. Hoe bent u zo toegekomen om dat in Ommen te introduceren? Ik zag op Facebook een paar keer een bericht langskomen van ANWB Automaatje. En eens een keer gaan kijken wat het nou precies was. En ik heb een eigen pagina voor Ommen, heb ik het opgedeeld met de vraag van ook iets voor Ommen. En binnen een paar minuten had ik een reactie van iemand die zei ja zeker. En dat bleek uiteindelijk de programmamanager te zijn van ANWB Automaatje in Den Haag. Met hem contact gezocht en vervolgens contact opgenomen met wethouder Koos Schelen. Afspraak gemaakt en die was heel snel om. En dus toen konden we van start. Yvonne Sauerzig, coördinator. Kun je iets vertellen over dit project? Ja, de automaatje, of ANWB-automaatje is een landelijk product van de ANWB. Is begonnen op enkele plekken als proef en daarna werd het al snel uitgerold in 2017. Buurgemeente Dalfsen bijvoorbeeld, die had het ook. En toen kwam het in Ommen en het sloot eigenlijk heel mooi aan. En omdat we vanuit Dalfsen wisten dat het gewoon goed werkt, in een behoefte voorziet en eigenlijk voor heel veel mensen een plezierig iets is, dachten we nou in Ommen ook maar dan. En Wijs Welzijn werd gevraagd om de coördinatie te doen. En u heeft ongetwijfeld reacties in de loop van de tijd gekregen van verschillende mensen die al gebruik hebben gemaakt? Ja, heel veel reacties. En alleen maar positieve. Ik heb geloof ik nog nooit iets negatiefs gehoord over Automaatje. Ja, het is geweldig zo. Het is geweldig en het werkt. En nou ja, de 100ste rit vandaag voor één chauffeur. En in totaal zitten we al bijna op 500 ritten in Ommen. En dat sinds maart 2018? Ja, we zijn nog geen jaar bezig en nou, zoveel mensen al. En ik geloof dat we bijna 80 deelnemers hebben nu. En moet ik even naar Henk kijken voor de chauffeurs? Ruim 30 op dit moment. Dank voor het gesprek. Graag gedaan.